Dit is Gouda Spreekt. Gouda Spreekt. Voor de een is uiterlijk superbelangrijk en voor de ander wat minder. Maar hoe belangrijk is uiterlijk voor de Gouwena? Heel belangrijk, ja. Vrij belangrijk. Ja? Ik vind hem wel heel belangrijk, ja. Netjes verzorgd, eruit zien en alles, ja. Ik ben 77, dus voor mij is het niet zo belangrijk meer. Maar voor jonge mensen kan ik me wel voorstellen. Heel belangrijk. Nou, gewoon. Ik vind het wel belangrijk, ja. Wat doe jij allemaal voordat je de deur uitgaat? Make-up opzetten, mijn haar doen, kleding uitzoeken voor de dag. Nou, eigenlijk mijn hele make-up laag. Mijn eigen opmaken. En douchen en opmaken, want zonder make-up ga ik de deur niet uit. Ja, eerst scheren. Eerst wassen natuurlijk, scheren. Ik ga nooit zonder scheren de deur, dat doe ik echt niet. Sowieso mascara. En ja, verder een beetje rouge misschien, maar... Ja, maar... En een luchtje op. Zo. Nou, onder de douche. Nou, mijn haar, make-up op, omkleden, tanden poetsen. Ik sta zo op, eigenlijk. Ja. Beetje crème, beetje lippenstift, maar voor de rest niet veel. Hoeveel tijd besteedt u aan uw uiterlijk? Ja, bijna 2 jaar. Een kwartier, denk ik. Ja, zoiets. Was wel netjes, en jij? Nou, dat verschilt echt heel erg, want soms dan heb ik echt gewoon totaal geen zin en dan doe ik gewoon alleen mascara aan en dan is het klaar. Per dag wel, we gaan een 30 minuten, 3 kwartier. 5 minuten. Zie je dan dat de vrouwen in huis of de mannen in huis meer tijd besteden aan hun uiterlijk? Nou, ik denk toch wel de mannen wel iets meer. Eerlijk, ik zelf. Mijn broer en ik doen misschien toch wel iets meer aan ons uiterlijk dan mijn moeder. Mijn vrouw. Wat is intussen een vrouw eigenschap? Daar kom je niet onderuit. Een vrouw is net als een pauw, altijd die veren ze mooi. Mevrouw. Ja. Bij ons in huis? Ja. Mijn oudste zoon. De zoon? Ja. Ja. Oh. Die staat vroeg op. De jongen die nog... Die staat vroeg op. Van kinds af aan is hij al echt een model. Hij is de ijdelste van ons allemaal.